een hele leuke tip gekregen, pas. Die staat op Netflix. Dat is een serie. Die gaat over het lichaam. Ik ga hem even opzoeken voor iedereen die ook thuis zit. Het is maandagochtend en het is herrie. Sarah die is heel even tv aan het kijken en de waterkoker staat aan. De eerste dag geen scholen. Dus we hebben wel uitslapen. Ik heb echt een hele slechte nacht gehad. Ik heb gisteren natuurlijk kreeg niet zulke leuke dingen te horen. Dus ik heb vannacht echt op een soort waakstand gestaan. En echt elk geluidje werd ik wakker en keek ik op mijn telefoon of er iets binnenkwam. Er kwam vannacht verder niks binnen. En vanochtend heb ik alleen maar te horen gekregen dat er nog niks veranderd is. Dus dat is afwachten. Sarah, wil je hem wat zachter? Hij staat al heel hard. Lijkt net of je in een discotheek staat. Maar goed, ik ga zo even douchen aankleden. Eerst nog even een thee drinken. En mijn oog, ik heb hier... Nou, ik weet niet, nu zie je het niet. Maar hier zit elke keer een spiertje. Hè? En dat trilt. En dan voel ik helemaal ook zo. Doet hij het weer? Nee. Als ik het wil filmen, zal hij het waarschijnlijk niet doen. Maar het is echt zwaar irritant. Dan voel je heel je oog trillen. Terwijl niks. Ja, de waterkoker is klaar. Ik ga even lekker thee zetten. De waterkoker staat weer aan op de achtergrond. Ik ga even wat rekenwerkjes voor Sarah maken. Want dan... heeft ze gewoon toch nog wat schoolwerk. Want ik vind 3 weken geen schoolwerk vind ik niet echt helemaal de bedoeling. Dus dan mag ze elke dag thuis wel even wat doen. In de hoop dat we het een beetje bij kunnen houden. Ik heb wel geluk dat ik redelijk weet wat ze op school allemaal aan het doen is. We hebben die kijkochtend en... Ook op de overlijf ben ik natuurlijk vaak op school, dus ik kijk heel vaak in haar werkboekjes. En ja, dat is nu dus echt mega fijn. Want daardoor weet ik dus precies welke sommen ik nu wil maken. En dan mag ze dat lezen en dan moet ik even kijken wat ik met taalwerkjes ga doen. In ons mama groepje zitten wel 2 mama's die ook leerkracht zijn, dus ik kan eventueel om hulp vragen. Woensdag zou er wat vanuit school gedeeld moeten worden. Maar ja, ik vind het heel lastig. Want bij ons op school hebben kinderen allemaal andere niveaus. En ik weet dus niet hoe ze dat gaan opvullen. Dus dat moet ik echt nog even gaan zien. Dus we zullen het gaan merken. Dus ik... Ik denk dat ik gewoon één klein, iets weerkaats licht. Ik denk, wat zie ik nou? Even kijken. Ik denk dat ik ook een beetje ga testen wat ze kan. Want thuis is ze altijd anders met schoolwerkjes dan op school. Dus ik ga er gelijk gewoon gebruik van maken. Dat ik ga kijken wat ze wel en niet kan. Dus dit zijn de gewone sommen. En dan gaan we het zien. Nou, ik heb op mijn manier dan maar 5 werkbladen gemaakt voor Sarah. En dan mag ze ook nog even een periodetje lezen. En dat is dan de homeschooling van vandaag. En dat gaan we dan eigenlijk elke door de weekse dag maar doen. Er moet overmorgen ook vanuit school komen, wat ik al zei volgens mij. Ik weet het af en toe even niet meer. Maar ik ga even kijken wat ik daarmee kan. Het is wel echt de bedoeling om daar wel elke dag actief mee aan de slag te gaan. Want ik vind voor een kind wat op school zit, vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat dat wel doorgaat. Want ja, je hebt al je vakanties, maar als ze nu een paar weken uitvalt, dan missen ze echt heel veel.
En ik vind ontwikkeling gewoon enorm belangrijk, zeker op deze leeftijd. Ze staan nu zo open voor dingen. Dus ja, daar gaan we gewoon wat mee doen. Ik heb voor Sarah dan 3 reken- en 3 taalwerkjes. En ik wil eigenlijk elke dag ook nog proberen. En dat kan gewoon heel leuk via YouTube iets opzoeken of wat dan ook. En ik had... Nee, ik heb een hele leuke tip gekregen, pas. Die staat op Netflix. Dat is een serie. Die gaat over het lichaam. Ik ga hem even opzoeken voor iedereen die ook thuis zit. Dat is deze serie. En die geeft eigenlijk een soort biologie les over alles in het leven. Dus dan mag ze daar gewoon elke dag ook een aflevering van kijken. Hij is trouwens al oud, zie ik. Hij is al uit 1986. Dus die serie is gewoon al 33 jaar. Maar ja, het lichaam blijft het lichaam. Dus, oh, het zit mijn haar thuis. Ik heb hem wel aangekleed, maar nog geen make-up. Ook zo trouwens ook, want dat vergeet ik altijd, laat zien. Ik heb deze trui aan van Benetton, geloof ik. Broek van Mango en Guess Sneaker Watches. En ze mag dadelijk even sowieso 3 werkjes doen. Dan gaan we boodschappen doen. Dan heeft ze zeg maar de pauze op school en dan mag ze nog 3 werkjes. En als ze dan tv wil kijken, mag ze dus hier een aflevering van kijken. En dan elke dag. En als deze serie dan klaar is, ga ik gewoon even kijken wat er nog meer is. Ik denk dat ik misschien op Instagram ook even een vraagje doe of iemand nog iets weet. Of in de mama groep. Vind ik wel een heel handig idee. Dan ja, houden we dat toch op peil. En ik ben helemaal gemotiveerd voor de homeschool. Ja. Goed gestart. Nou, onderweg. Boodschappen. Ik ben heel, heel erg benieuwd of ik dadelijk spijt ga krijgen dat ik de supermarkt ben ingegaan. Als niks wordt, ga ik overal bestellen. Maar ja, bestellen is ook elke keer drama. Dus ik heb natuurlijk 3 dagen lang geprobeerd een boodschappenlijst te maken. Dat ik elke keer niet op die app kwam. Omdat je niet kon bestellen. Maar ik denk, ik wil gewoon mijn boodschappenlijst maken. Ik wil niet bestellen. Ja, dat hadden ze dus ook uitgezet. Echt top. Maar dat is me gisteravond laatst gelukt. Maar heb ik dat niet meer gefilmd, maar goed. Het is trouwens best druk op straat voor mensen die allemaal thuis moeten blijven. Ja, niemand mag weg, dus iedereen denkt toch naar buiten volgens mij. Maar, goed. Ja, maar dat moet wel met honden ja, uitlaten, dat moet wel. Speeltuintjes staan ook vol en zo. En de supermarkten zijn ook elke keer heel druk. Dus we blijven hopen dat we het niet krijgen. Ik ben er niet heel bang voor, maar besmet worden hoeft ook niet. Dat is niet mijn uitgangspunt, maar stressen erom doe ik ook niet. Ja, hij biebelt een beetje, hè? Zal ik hem aanpakken? Zet hem maar uit. Oh. Nou, echt top dit. Allemaal lege vakken. Mensen dat gewoon voor 3 dagen eten weer niet. Hoe absurd. Nou, en dit dan. En ook gewoon... En er zijn zo mensen zo, het ligt helemaal over de grond. En één soort brood is er. Ja, dit is bijna geen brood. Het is echt, echt van de gekke. Dit is zo echt. Maar ja, we kunnen wel aan de oliebollen. Want voor de rest... Oh, we hebben het overleefd, maar wat een drama. Ik heb echt een derde van de boodschappenlijst die ik heb gemaakt. Ik ben meer geld kwijt dan dat ik normaal ervoor zou zijn. Want echt, soms moet je echt om iets te halen. En 3 is een duur alternatief. Maar maak het toch ja, niet en 1 ding, dat was zo lief. Ik wilde gewoon brood, om gewoon zo een boterhammetje te kunnen geven. Helemaal uitverkocht. En toen was een vrouw en die was bezig en die had gewoon 2 broden. En die heeft ze haar brood gegeven zodat ze brood kan eten. En ik wilde betalen en het mocht echt niet. Ze zeggen, maar we moeten elkaar gewoon helpen. Nou echt, dan sta ik met de tranen in mijn ogen gewoon. Omdat mensen zo lief willen zijn. Door de idiotrie van anderen. Maar het, echt, het is zo gek geworden. Dus ik zou het echt zeggen, dit brood moet je echt met liefde eten, zeg maar. Maar goed, ik ga het allemaal even opruimen. Het lijkt of ik gigantisch veel heb, maar ik moest ook voor de diertjes. Dus ik heb hooi en kattenbrokjes en konijnenbrokjes en kattengrit.
Dus dat is het grootste gedeelte van alle boodschappen die ik heb gehaald. Dus het zijn 3 tassen, maar aan voedsel is het zeer weinig. Ik ga nu koken. En in plaats van pasta penne heb ik zoepasta. Dus het wordt vandaag zoepasta pesto. Moet toch iets, hè? Dat was letterlijk, er stonden 2 pakken van dat. En verder alleen maar hele andere dingen. Dat was gewoon geen keus. Ja, ik weet het ook niet meer. En het erge vond ik nog, ik geloof niet in het hamsteren. Want, weet je, in principe is er meer dan genoeg. Alleen ja, je wordt een soort van gedwongen om ook te gaan hamsteren. Omdat de hele wereld lijkt wel te gaan hamsteren. Terwijl als iedereen normaal doet, is er meer dan genoeg voor iedereen. En mensen zijn heel erg bang dat we in lockdown komen. Maar als je in lockdown komt, je gelooft toch niet dat de overheid iedereen in lockdown gaat zetten, want dan red je levens. Maar dat ze dan iedereen thuis gaan laten vermoorden. Weet je, als je dat in je hoofd hebt, waar ben je dan mee bezig? Weet je, dan wordt dat echt wel verzorgd. Want wat is het nut anders? Maar goed, praat dat andere maar eens aan. Dat, ik heb daar gewoon mijn eigen ideeën over. En, maar goed, je wordt dus eigenlijk wel gedwongen dat je echt denkt, ik ga dingen. Maar goed, wij eten dadelijk dus zoepasta. Ik ben even helemaal happy. Sarah ligt bed. En ik ga mijn nieuwe Bijenkorf magazine lezen. Ik ga thee zetten, wat lekkers pakken. En ik ga even helemaal een momentje nemen om deze van voor tot achter helemaal te lezen. En daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ben weer foto's gaan inplakken. En weer druk aan het uitzoeken. Maar mijn stapeltje wordt langzaam wat kleiner. En ik denk dat het jullie helemaal niks boeit. Maar that's my life at this moment. En ik wil het zo graag af. Want dan kan ik die kast uitruimen. Als het helemaal klaar is en ik al die dingetjes erbij heb geplakt, ga ik die dingen allemaal boven bewaren. En dan heb ik meer plek eigenlijk voor Sarah's speelgoedrommel beneden. Ja, dan hebben we misschien over een tijdje niet meer heel de vloer vol staan met speelgoed. Vooral dat is de hoop. Dat is waarom ik het allemaal doe. Dus, en het moet toch een keer gebeuren. Ik vind het hartstikke leuk als het er eenmaal in zit. En het is alleen elke keer door die stapel gaan het uitzoeken. Dat is het enige stukje waar ik echt een hekel aan heb. Maar ja, wat er wel bij hoort. Even kijken. Echt. Ik moet hier echt iets beters op verzinnen. Ik heb net mijn make-up en zo eraf gehaald. En ik ben lekker in bed gaan liggen. En ik ga hier lekker vlogjes kijken en zo. Ik had even geen zin meer om op de bank te zitten of foto's verder in te plakken. Ik heb wel weer een stuk gedaan. Dus ik denk, ik ga hier chillen. En ik ben lekker klaar mee voor vandaag. Dus ik ga slapen. Mijn ogen vallen bijna dicht. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik even op die knop. Is gratis en maak je mij heel blij mee. Duimpjes, reacties zijn heel welkom. En dan zie ik je morgen. Doei doei!